Ja, welkom. Leuk dat je weer luistert. Op vele verzoek weer eens een portefeuille met een luisteraar, namelijk Gerjan van den Berg. Hij belegt in slechts acht aandelen waarvan de kans groot is dat je in ieder geval één of meerdere wel in je portefeuille hebt. En hij heeft een hele opvallende manier van onderzoek doen. Wat dat precies is, ontdek je in de aflevering. Check hem snel. Ja, leuk dat je weer luistert. En we gaan zo naar de portefeuille van de luisteraar... die een ontzettend bijzondere, mooie strategie heeft... en een fantastische leercurve heeft gemaakt. Maar er vroegen ook wat mensen zich af waar Jan Kleinpoelhuis is... omdat hij al twee, twee, en dit is de derde aflevering, er niet is. Nou, Jan is op huwelijksreis. Hij heeft daarbij uitgekozen voor Japan. Ik vermoed vanwege de lage koers van de yen... Ik zie af en toe foto's van hem dat hij uh, bij de Hermes winkel uh, marktonderzoek aan het doen is. Dus dat is allemaal hartstikke goed. Jan is de volgende week gewoon weer. Dus uh, tot die tijd hebben we een hele mooie ja, soort naamgenoot, namelijk Gerjan van den Berg. Werkzaam bij Mars, de snoepjeswinkel. Althans, daar doe ik denk ik wat tekort mee, of niet Gerjan? Ja, 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 een beetje wel. Het merendeel van onze omzet uh, komt uh, uit, uh, uit petcare eigenlijk. Maar uh, Mars zeker bekend van, uh, van de chocolade, ja. ja hoeveel omzet doen jullie wereldwijd? Ja, dat, dat, dat is ongeveer zo'n 50 miljard. Uh, dat maakt Mars één keer per x aantal jaar bekend. De laatste keer was uh, toen we van CEO wisselden, was eigenlijk afgelopen jaar. En, uh, en toen uh, verbaasde veel uh, vooral Amerikaanse media zich over um, dat Mars eigenlijk al een stukje groter is dan bijvoorbeeld een Coca-Cola. Dat is groot. Dat is groot. En um, ja, want we gaan zo naar jouw portefeuille natuurlijk. En ik ga door middel van vragen daar met je doorheen lopen. Heel hele interessante bedrijven zitten ertussen. Maar bedrijven die ik niet zag. Zijn dan een soort van concurrenten van Mars te denken? De Coca-Cola's, de Pepsi's, de Unilever's, de Nestlé's van deze wereld. Dat vond ik wel heel erg raar, want jij werkt bij een soort bedrijf. Nou, Mars is, geloof ik, niet beursgenoteerd. Maar ja, zou je dan niet met jouw expertise vol in dat soort bedrijven moeten zitten? Nou, misschien zegt het ook wel wat over het, het type bedrijven dat ik daar dan niet in beleg. Dus ik zou willen omdraaien. Um, nou, in, in general zie je denk ik dat bedrijven, uh, zoals dus leveranciers, maar ook wel retailers, uh, over het algemeen dan wel relatief lage marges hebben. Dan heb ik het met name over retailers. Um, of um, het merendeel van hun. Uh, Verdiende geld uitkeren. middels dividenden aan uh, aandeelhouders. Nou, dat heeft altijd een bepaald effect op de koers. Daardoor heb je minder geld. om te herinvesteren in, in de business. waardoor. Uh, logischerwijs ook. Uh, ja, vaak koersen. minder hard oplopen. Uh, wat ik er eigenlijk. Uh, bottom line mee probeer te zeggen. is dat het op dit moment. In, uh, ja, met mijn leeftijd. 33. Um, nog niet. Interessant genoeg bedrijven zijn om aan mijn portefeuille toe te voegen, omdat ik toch wat ja, wat 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 meer op compounders zit, wat dat betreft. Jij wil snel rijk worden? Nou, rijk is geen doel voor mij, uh, maar ik zou wel wat jaartjes eerder met pensioen willen gaan. Ja, ja, want heb je een bepaald doel waarvoor je belegt? Nou, ik, ik denk wat ik net aangeef dat uh, een aantal jaren eerder met pensioen uh, heel fijn zou zijn. Um, en, en ja, voor de rest vind ik het gewoon heel leuk om te doen. Om, om met bedrijven bezig te zijn om ja, te voorspellen hoe, uh, hoe bedrijven het doen als in zie ik een markt in de bedrijven waarin ik zit, geloof ik daarin? Uh, en, um, en, en ja, dat vind ik gewoon heel gaaf om dan. Uh, Uiteindelijk daar cashflows vanuit die bedrijven weer uh, ja, indirect terug te zien vloeien in, uh, in mijn uh, beleggingen helder. En je belegt sinds 2019, geloof ik, dus uh, ja, mooie tijd begonnen. Je hebt mooi de mooie corona crash al mee kunnen pakken. In, in hoeverre is, is je huidige beroep, want volgens mij ben je verantwoordelijk. Uh, misschien kan je dat beter zelf uitleggen wat je bij Mars doet. En in hoeverre helpt je dat? Eigenlijk je beroep, dus als belegger. Want heel veel mensen die doen een bepaald iets zijn er ergens in gespecialiseerd. Ja, en daar heb je soms heel veel aan op de beurs. En gebruik jij dat zelf ook, die expertise die je vanuit je beroep hebt geleerd, om een betere belegger te worden? Ja, goede vraag. Um, nou ja, mijn beroep zelf zit, zit echt op uh, pricing: en um, uh, Europese pricing, wel te verstaan. Um, Mars is in Europa en eigenlijk wereldwijd ook wel... opgedeeld in een aantal segmenten. Um, Confectionary is daar eentje van. Hè, dus dat, dat is chocolade, zoals Mars, maar ook M&M's, Twix, Snickers. Um, daar valt ook uh, een hele hoop kauwgom onder. Um, dan is er nog een tak met food, waar onder andere Ben's Original Rijst... maar ook Dolmio Pastasaus onder vallen. Is in Nederland vrij onbekend, net zoals de kauwgom overigens. Maar wereldwijd echt heel groot. Uh, en last but not least... Uh, pet nutrition en Mars heeft een, uh, een petcare-tak waar uh, meer dan 60% van de omzet uh, vandaan komt. Uh, en binnen petcare uh, heb je dan ook pet nutrition en dat zijn eigenlijk de merken die, die we in, uh, in de retail verkopen, uh, maar ook online via Amazon bijvoorbeeld. Een heel groot gedeelte al van, uh, van pet nutrition sales is, uh, is online sales hè, via Amazon, onder andere Plus is een uh, een grote partij. Um, en, en dat, daar vallen merken als Pedigree en, en whiskas, Shiba, Cesar onder. Um, en ik ben verantwoordelijk voor, um, ja, voor, voor onze pricing. Dus uh, welke prijzen wij hanteren uh, naar retailers toe. Um, en, um, en dat bespreek ik eigenlijk met de landen. Dan ben ik op reis naar de landen, ga met de landen in gesprek. En dan met het, uh, het team um, zetten we dan de lijnen uit op, uh, op pricinggebied. Ja. En hoe, uh, je tweede vraag was eigenlijk: hoe gebruik je dat dan in je, in je huidige uh, beleggingsstrategie? Uh, nou, eigenlijk uh, gebruik ik vooral de kennis die ik heb over bedrijven in general. Um, ik, ik snap best wel goed, denk ik, hoe bedrijven geld verdienen en waar zij uiteindelijk het verschil kunnen maken. Um, en daar. Ja, denk ik dan op sommige momenten uh, van te profiteren op het moment dat ik ja dat ik zie dat, uh, um, ja, ik, dat bepaalde dingen gebeuren. Um, ik um, ga er um, ja, ga er gra uh, graag. Uh, ik, ik ben er graag mee bezig als in dat ik er uh, dat ik er veel, veel naar kijk. En um, als ik dan echt uh, iets uh, concreets uh, zou zou moeten noemen over, um, um, over uh, iets waar ik dan een edge denk ik behaal? Is wat je nu ziet: is dat in Duitsland basic fit bijvoorbeeld kiest voor lifelong abonnementen uh, voor 15 euro. En veel mensen geeft dat toch een, een reactie van 15 euro en een hele leven lang, wat, wat verschrikkelijk dat basic fit daar dan aan vast zit. En ik bekijk dat. Anders, want 15 euro is natuurlijk heel laag voor een sportabonnement. Voor je leven lang. Ik kijk daar heel anders naar. Ik, ik zie dat als een stukje afdekken van je vaste kosten. Maar met name het opbouwen van penetratie. En dat is wat, wat merken ook moeten doen. Hè? Dus um, als je kijkt naar, um, nou laten we een mooi voorbeeld noemen: uh, het chipsvak bijvoorbeeld. En je, je kijkt daar naar de verschillende zakken lace chips. Van, uh, van PepsiCo in dit geval. Ja, dan zie je zoveel verschillende formaten. En vaak is het kleinste format is het format met het laagste prijspunt en uh, daarmee uh, kun je penetratie bouwen. En, uh, en dat is wat Basic Fit denk ik hier ook probeert te doen. Dus dat zijn dingen die ik dan sneller zie en begrijp, overheen kan kijken misschien en um, ja, uh, mijn edge misschien probeert te, ha te halen. Ja, en prijzen zijn natuurlijk of, of laat ik het anders zeggen, de omzetgroei is de belangrijkste waarde. Drijver van een aandeel. En omzet wordt bepaald gewoon door twee dingen: de prijs keer de hoeveelheid. En als jij zoveel verstand al hebt van de juiste prijzen zelf zetten. en dat kan je natuurlijk op heel veel bedrijven extrapoleren. Nou, misschien heeft dit beursgenoteerde bedrijf wel extra kansen. Uh, doet basic fit dat wat je zegt net heel erg slim. Uh, doet de Nestle's of de Unilever's van deze wereld dat eigenlijk heel dom? Omdat ze beursgenoteerd bedrijf zijn en hele hoge winstmarges moeten draaien. En elke keer verantwoording moeten afleggen aan aandeelhouders. Terwijl Mars een soort van familiebedrijf is en lekker de long game kan spelen. Ja, op die, dat perspectief, dat helpt je denk ik wel ontzettend. Ja, klopt. Ik, ik uh, zou niet willen zeggen dat ik er zo diep in duik. Want inderdaad, um, binnen het vakgebied waarin ik werk, uh, revenue growth management, zou je een aantal dingen kunnen doen. Je kan inderdaad sturen op, op omzet, oftewel de TAM vergroten. Um, je kan sturen op, op marktaandeel. Um, uh, dan wel op, op het verbeteren van je marges. Het mooiste is natuurlijk alle drie. Maar zeker bij bedrijven zoals. Uh, nou ja, uh, ik noemde net PepsiCo, Mars, Nestlé, Unilever. Um, is het niet makkelijk om op alle drie uh, te acteren? Um, dus dan, dan ga je keuzes maken. En um, ja, ik vind het wel heel interessant om te zien hoe dat soort bedrijven zich dan gedragen. Um, als ik bijvoorbeeld een Unilever bekijk. Ja, die roepen toch al wat, wat jaren van. Wij zien heel veel business in opkomende landen. Zoals in Pakistan, zoals in India. Ja, iedereen ziet die business. Maar ondertussen groeit Procter Gamble een keer zo hard in Noord-Amerika. En um, dus moet je wel afvragen: van ja, geloof je dan in dat verhaal? Of zijn de cijfers die kwartaal op kwartaal komen, dan toch belangrijker? Nou, het andere puntje wat je aanhaalde, de long game. Nou, ja, dat is heel prettig om bij een bedrijf te werken dat inderdaad. Um, ja, plannen voor meerdere jaren maakt. Ik zeg niet dat, dat concurrenten dat niet doen. Uh, maar als het even tegen zit, dan is er geen man overboord. Dan hoeft er niet 80% van het geld van Mars uitgekeerd te worden naar aandeelhouders. Um, en dan, uh, dan hebben we echt wel langer de tijd. We weten ook dat familiebedrijven uiteindelijk vaak toch ook succesvoller zijn. Nou, ik geloof daar heel erg in bij Mars. En dat is ook wel een van de redenen waarom ik heel trots ben om daar te werken. Gaaf. Laten we naar je portefeuille gaan. Ik denk dat de mensen niet kunnen wachten. Ik ga ze eerst even opnoemen in volgorde van uh, groot naar klein. En daarna gaan we er gewoon wat uitleggen. Je portefeuille is wat dat betreft wel heel simpel. Je hebt maar acht posities. Dank je wel daarvoor dat het er geen veertig zijn. Dat maakt het wat dat betreft al veel overzichtiger. Maar de grootste positie: Markel met 20%, Autopartner met 17%, Amazon 15%, Just Eat Takeaway 12%, AirCap 11%, Kion. 10% Salesforce, 7% en Microsoft, 5%. Dus uh, ja, je kleinste positie is eigenlijk 5%. En uh, ja, wat dat betreft ben je best wel een geconcentreerde belegger. Zie je dat zelf ook? Voel je dat je ook uh, risico neemt? Nee, nee ik, ik voel eigenlijk niet dat ik risico neem. Ik denk, en uh, ja, dat bedoel ik absoluut niet arrogant, maar ik denk dat ik mijn posities heel, heel, heel goed ken. En dat is de reden waarom ik, uh, waarom ik voor slechts acht posities heb gekozen. Dat kunnen er echt nog een keer tien, elf, misschien twaalf worden. Um, maar het zouden er ook zes kunnen worden. Ik denk dat dat wel mijn minimum is. Um, en daar ben ik wel een beetje misschien geïnspireerd door um, een, een zekere legende um, die er volgens mij zes had. En dan weet je wel wie ik bedoel. Charlie Munger. Exact. Ja, ja, ja. En ja, ik kan me voorstellen dat de luisteraar denkt: wat voor een uh, verbinding? Wat verbindt deze acht bedrijven nou? Hoe zou je jouw uh, strategie omschrijven? Ja, um, mijn strategie is. Uh, laat ik even een stapje terug doen. Mijn strategie is altijd geweest, sinds 2019 al. Um, eigenlijk ben ik zelfs in 2016 al begonnen met mijn, met mijn eerste aankoop. Maar uh, in 2019 ben ik echt serieus gaan beleggen. Um, mijn strategie is altijd geweest 70% compounders. Dus bedrijven die nou ja, jaar op jaar uh, het liefst, er kan natuurlijk een keer een slecht jaar tussen zitten. Maar fundamenteel in ieder geval jaar op jaar de juiste dingen doen. Um, waardoor extra waarde wordt toegevoegd aan het bedrijf. Wat uiteindelijk wordt gereflecteerd in de koers. En 30% turnaround. Aandelen. Um, dat laatste, die turnarounds, um, Daar heb ik op dit moment nog Kion en uh, Justy Takeaway van in de portefeuille. Dat kost mij zo ongelooflijk veel tijd. Ik vind het ook echt ongelooflijk leuk, maar inmiddels met een, uh, met een kleine um, ja, uh, verschuiven je prioriteiten, kan ik je vertellen. En, uh, en, en reduceer ik dat toch, ga ik dat toch reduceren naar, nou ja, ik denk. Één, maximaal twee bedrijven. Maar als ik praat in procentuele omvang. 10%, misschien 15%. Um, maar dan kan ik de focus houden op, uh, ja, op de compounders. Je zegt nu, ik heb een, ik heb een kleine. En uh, ja, misschien word je daardoor juist wel een grotere klant, juist zelf van Justy Takeaway. Omdat je geen tijd meer overhoudt om te kopen. Dat je gaat bestellen. Dus iets beter dat bedrijf nog kan bestuderen. Maar als je heel veel tijd had, hm. zou je dan ja, is, is dat turnaround dan een deel van je strategie? Want, want wat maakt dat zo aantrekkelijk? Ja, wat ik heel interessant vind... en misschien moeten we eerst turn around even definiëren... hoe ik het definieer. Ik denk dat heel veel mensen... dat op hun eigen manier definiëren. Ik definieer dat eigenlijk als een bedrijf... dat door tijdelijke omstandigheden fors in waarde is gezakt. Um, misschien kan ik een voorbeeld noemen uit mijn portefeuille, Kion... hoe dat, hoe dat ging en waarom ik er toen voor gekozen heb... om, dat, uh, om daarop... Um, ja, in te springen. Ja, ik, ik zou eigenlijk wel naar, naar Justy Takeaway uh, willen. Ja, oh, yeah, of course. Want anders moet, anders ja. zijn we de hele podcast bezig om dat bedrijf uh, Kion uit te leggen. En uh, Justy Takeaway, die hoeven we niet, in ieder geval niet uit te leggen. Ja, nee, uh, helemaal, helemaal goed. Ja, uh, Justy Takeaway. Um, waarom ik uh, Justy Takeaway als een uh, turnaround uh, kandidaat uh, voor mezelf um, eigenlijk uh, op de radar had, is ik denk dat, dat Justy Takeaway uh, heel erg leidt op dit moment onder. Twee dingen. Eén, de belangrijkste, management. Dus de beslissingen die het management genomen heeft in de afgelopen jaren... waardoor er weinig vertrouwen in, is, in het aandeel is. En dat, dat zie je ook als je uh, een Just Eat Takeaway uh, vergelijkt... met bijvoorbeeld uh, een Delivery Hero of een Deliveroo. Ja, dat zijn Europese concurrenten. En je ziet dat die uh, hoger gewaardeerd zijn op alle ratio's. Ja. Um, dus dat is uitdaging één. En, en, um, en twee is natuurlijk... Een, dan ben ik al de vijfhonderdste die dat benoemt, waarschijnlijk. Uh, de activiteiten die ze overzees hebben. En dan bedoel ik niet alleen de US en Canada, oftewel Noord-Amerika. Maar ook Australië wel. Um, uh, waar, ja, waar gewoon waarde in zit als je dat afstoot. Waardoor de volle focus kan zijn op een Europees bedrijf. Um, en als je dat zou uitfilteren, je zou die twee um, continenten uitfilteren: Noord-Amerika en uh, Australië. Dan krijg je in één keer. Een Europees bedrijf dat in alle markten waarin het acteert bijna de nummer 1 is. En ook nog eens in veel gevallen marktandeel wint. Dus in de UK en Ireland um, winnen ze echt van Deliveroo. Um, in uh, Nederland en Duitsland zijn ze ongelooflijk groot. En er liggen ongelooflijk veel kansen in bijvoorbeeld een land als Spanje, waar um, Glovo op dit moment de nummer 1 is. Maar Glovo is een partij die. Op een manier die niet uh, volgens de wet mag. Als in dat zij bezorgers niet in dienst hebben, geen pensioen betalen. En dat is waar uh, Jitse Groen altijd tegen heeft geageerd. Misschien dat hij daar niet altijd even handig um, is omgegaan met hoe hij reageert op bijvoorbeeld een Twitter. Heeft hij ooit een ruzie gehad met de baas van Uber? Um, Vele wel bekend ook over dit. Um, dit specifieke stukje, maar hij krijgt in sommige landen toch wel zijn gelijk. In Zwitserland heeft hij zijn gelijk gekregen. Is juste de nummer één geworden. Uh, en ook Clovo is nu uh, tientallen miljoenen boetes opgelegd door de Spaanse autoriteiten. Um, dus ja, ik denk dat fundamenteel dat er echt wel wat stukjes zijn uh, die correct zijn. Uh, en dan is het laatste deel de waardering. Ja, en die is nogmaals als je dat vergelijkt. Um, met con collega's en je kijkt naar de EBITDA... en ze zouden dat halen dit jaar. Ja, dan, dan zitten ze volgens mij op zes keer de, de EBITA. Ja, dat, dat, is, dat is gewoon heel veel opwaarts potentieel. Ja, en daarmee bedoel je dan, dan... trek je het bedrijf even uit elkaar... dat Amerika bijvoorbeeld niet meer bestaat. Dan kijk je even door de, de crap heen, door de oppervlakkigheden... en als je dan naar de kern in die winstgevende markten kijkt... waar ze dus marktleider zijn, wat jij zegt... Ja, dan is het ook op waarderingsbasis, Nick, heel aantrekkelijk. En, en, maar, ja. maar is het dan niet gewoon een, een, een compounder die wat, uh, wat olie van zijn vleugels moet afschudden? Wellicht in de toekomst, maar daar geloof ik zelf niet in. Ik denk dat op dit moment uh, de hele business rondom bezorgen. Um, en dat hebben we best wel gezien de afgelopen weken, waarin, uh, uh, nou ja, afgelopen maanden al, dat, dat Gorilla zegt, bijvoorbeeld, heeft teruggetrokken uit Nederland. Maar nu ook Gate hier, die volgens mij gisteren heeft aangekondigd dat ze uit alle Europese landen gaan en alleen nog focus op Turkije gaan hebben. Ja, dat zegt wat over het verdienmodel in die business. Um, dat zorgt er ook voor uh, dat er opportuniteiten ontstaan. Dus dat retailers die op dit moment via uh, flitsbezorgers hun boodschappen nog bezorgden. Dat die zullen gaan samenwerken met een Justy Takeaway, een Uber, een Deliveroo. Maar de marges, die zijn te dun om voor mij in aanmerking te komen als compounding machine. Ja, juist. En is dit dan een turnaround? Ja, Warren Buffett zegt wel eens: turnaround, seldom turn. Hoe, hoe, hoe weet je zo zeker dat ze of een Justy Takeaway of een Kion. Ja, dat dat gaat turnen, of is dat helemaal niet zo heel belangrijk om dat zo zeker te weten? Ja, um, dat, dat heeft er enerzijds mee te maken dat je, dat je een visie hebt op de toekomst. He, dus, dus zie ik dat dit bedrijf uh, hun business ergens weet te groeien in de komende jaren. Um, en, en, en anderzijds zie ik dat. De juiste maatregelen worden genomen voor de bleeders, waardoor dat aandeel zo hard naar beneden is gecrashed. En als ik kijk naar Justy Takeaway, dan zie ik, na heel veel moeite overigens, dat er wel beslissingen worden genomen. He, dat uh, de US, en vaak wordt Canada er niet bij genoemd, maar dat Noord-Amerika echt actief in de verkoop staat. Um, ook dat er ontwikkelingen zijn. He, we hebben het uh, over Grubhub in, in Noord-Amerika. En Grubhub kan op dit moment nog niet verkocht worden vanwege de fee caps Nou, voor de mensen die daar niet bekend mee zijn: fee caps zijn eigenlijk um, ja, de verdiensten van Grubhub. Dus dat is, nogmaals, de Amerikaanse tak van Eat Takeway. Maar ook die van concurrenten zoals Doordes en Uber. Die worden gekapt, um, waardoor restaurants, zeg maar, nou ja, maar een bepaald percentage hoeven af te dragen. Voor de maaltijd die wordt bezorgd. Dat is tijdens COVID-19 geïntroduceerd door heel veel Amerikaanse steden. Uh, maar wordt door velen toch ook wel um, aangemerkt als on-Amerikaans. Uh, en een rechter in, in, uh, in New York heeft ook geoordeeld dat het onrechtmatig is. En dat, uh, dat er een oplossing voor moet komen vanuit de staat van uh, de, ja, de state of New York. En um, nou, dat duurt natuurlijk uh, hartstikke lang altijd. En hebben korte termijnbeleggers hebben daar helemaal geen tijd voor. En dat is prima. Dat is helemaal goed. Uh, maar ik heb die tijd wel. En ik ben bereid om af te wachten. En ik zie wat er gebeurt. Ik volg dagelijks recht, rechtbankdocumenten. Um, uh, en ja, er is een nieuwe beeld ingediend rondom die VCAPs. caps. Die heeft dan. Aantal leden nodig om, uh, om, zeg maar, in stemming gebracht te worden. En nou, ik heb daar wel vertrouwen in dat dat soort dingen gaan gebeuren. En uh, waardoor die business uiteindelijk ook uh, verkoopbaar wordt. En wanneer dat zo is, dan, uh, ja, dan, uh, dan kan JustyTKW uh, in ieder geval uh, afscheid nemen. Er zal de rust ontstaan in het aandeel. Daar ben ik van overtuigd. En uh, moet je voorstellen, de market cap van Just Takeaway is iets meer dan 3 miljard, dacht ik. Op Dit moment fluctueert nogal tussen de, nou, laten we zeggen, 2,6 en 3,2 uh, de afgelopen Zes maanden. Um, maar ja, moet je je voorstellen dat, uh, dat die activiteiten uh, voor 500 miljoen tot een miljard worden verkocht? Dat is een heel groot deel van je market cap. Nou, dan kun je je voorstellen dat daar uh, wel wat gaat gebeuren met die market cap. Dan wel, als dat niet zou gebeuren, uh, het bedrijf uh, eigen aandelen gaat inkopen. Ook weer iets fundamenteels waarin uh, Jitse Groen echt gewijzigd is. Waarin hij zegt: Mijn focus op eigen aandelen kopen uh, is groter en ik hou ervan. Nou, dat zijn woorden die ik nooit verwacht van hem had te horen. Um, en dat laat zien dat, uh, ja, dat, dat ik erin geloof dat, dat dit gaat, gaat omkeren stoplicht staat weer op groen. En hoe, hoe diep ga jij dan in, in je onderzoek en met die V-caps? Want ik zie je op de community soms wel eens wat delen daarover. Ja, te diep, denk ik, als, in, uh, als ik naar, uh, naar mijn... Uh... Uh, naar mijn dag kijk als in... Uh, dat ik ook nog wel wat energie van andere dingen moet hebben. Nee, gekkigheid. Ik, ik, ik zit er echt wel heel diep in. Um, uh, ik, inderdaad, in de Telegram-community deel ik daar wat van. Er is ook nog, ik zit ook nog in een andere Telegram-app. en daar, uh, Dat is een, uh, ja, een, een, een app waar dat soort dingen in worden besproken ook. En, en worden gedeeld, rechtbankdocumenten. Um, en ja, dat, daar, krijg je, daar krijg ik veel van mee, omdat ik daar... Ja, zelf uh, veel onderzoek doe. Af en toe bel ik wel eens met, uh, met de rechtbank in New York. Stuur ik een mail naar het Workers' uh, Committee in New York, want die moet uiteindelijk die Bill in stemming brengen. Ja, zo, um, zo, uh, zo hoor en spreek je nog wel eens uh, mensen en, uh, en uh, krijg je er veel van mee. Ja, ja want dat, dat beseffen veel mensen zich niet, want jouw tweede positie is autopartner met 17%. Toen ik jouw analyse las en hoe je ook hoorde hoe je onderzoek deed jij, jij belt gewoon naar autoboeren op want het is dus een uh, ja hoe zeg ik het <laughs> een auto onderdelen distributeur als ik het even plat mag staan uit ja, polen nota ja, bene ja, dan ja. denk je wauw, ja. wat, hoe kan ik nou over dat bedrijf iets meer te <laughs> weten komen dan de investor presentations die op de site staan jij gaat gewoon uh, jij pakt de telefoon ja en dat doet me een beetje denken aan toen ik als vertegenwoordiger begon in de in de branche waarin ik werkte de ...de FMCG of de CPG. Um, als tegenwoordiger had je dan distributietargets... Hè, ...dan moest je zoveel uh, pakken, uh, in mijn geval chocomel, op het vak hebben. Nou, en Jumbo had zeven zekerheden. Hè, dus die zeiden dan, nou ja, um, op het moment dat wij het niet hebben... ...dan, uh, dan zijn, staan wij voor de klant garant en dan uh, nou ja, brengen we dat op het schap... Ja, dan, dan belde ik toch de jumbo wel eens van: Hey jongens, uh, met uh, meneer de Vries uh, Zou we niet uh, dat eens op het schap brengen, want ik, ik mis dat als, als klant. En ja. dat deed de, de ik dan in, uh, in Utrecht, waar ik bijvoorbeeld woonde, of in Amsterdam. Nou ja, dan profiteerde ik er ook zelf van, want ik was natuurlijk ook gewoon echt klant, maar ja, het hielp mij ook wel. Um, en dat uh, ja, nee, kijk, ik, ze zeggen: een 'Brutaal, mens heeft de halve wereld'. En um, waarom zou ik niet Bellen naar die autoboeren en, en eens vragen hoe, hoe dat nou werkt, het hele businessmodel. Um, en ik heb inderdaad heel veel uh, gesprekken gehad uh, met autoboeren, maar ook wel echt met autodistributeurs. Uh, dat is echt een hele versplinterde markt, ook in Nederland. Um, en um, ja, en sommige mensen die willen er niks over kwijt. En dat snap ik. En andere mensen zijn heel open en die, die hebben me zoveel inzicht gegeven in, uh, in van alles en nog wat. Ja, dan kom je inderdaad ook over op autopartner specifiek het aandeel waar jij het net uh, over had. Die uh, de nummer twee positie in mijn portefeuille heeft, inderdaad. Um, en dan heb je daar hele interessante gesprekken over. En dan kom je echt dingen te weten. die je nooit verwacht had. Ja, en, en dat zijn dan. Um, ja, dat, dat helpt dan enorm in, in, in een investment case. Ja, want in de wereld van het internet. denk je nou: ik kan alles van achter mijn laptop opzoeken. Dat is alles wat ik nodig heb. Maar jij gaat gewoon oldschool. Naar die bedrijven toe. En ja, heeft, heeft dat dan ook jou misschien in je onderzoek wel het meeste begrip van het bedrijf opgeleverd? Dat je echt mensen in die industrie spreekt? Nou ja, ik, ik heb inderdaad ook met Autopartner in Nederland zelf gesproken, met, uh, met de accountmanager die Nederland doet. Ja, daar ga ik uh, deze donderdag ook nog mee lunchen toevallig. Ja, dat, dat helpt mij wel om, om te begrijpen wat er gebeurt. Mag ik een voorbeeld noemen? Um, wat Autopartner bijvoorbeeld doet, zij zeggen uh, klantenservice is voor ons heel belangrijk. En wat concurrenten van Autopartner doen, want even om, om te begrijpen, ze doen dus inderdaad auto-onderdelen. Denk aan remschijven, laten we dat als voorbeeld noemen. En die remschijven, die uh, verplaatsen zij, dus die, die brengen zij dan vanuit Polen, vanuit een distributiecentrum, naar een, uh, naar een autodistributeur in Nederland. Nou, dat kun je dan brengen en that's it. Maar wat Autopartner doet, zij stickeren dat helemaal in het Nederlands. Ze doen er een QR-code op met hoe je het product uh, moet behandelen, hoe het opgeslagen moet worden, uh, dat de klantenservice voor ze is. Ze bellen na. Het is net even anders dan concurrenten die ja, gewoon de Poolse sticker of de Duitse sticker of de Franse sticker erop laten zitten en het product um, doortransporteren. En dat zijn kleine dingen. Los van fundamentele dingen waarin ze uitblinken, zoals bijvoorbeeld prijs, maar ook snelheid van leveren. Dat zit dan wel weer in het stukje klantenservice. Um, waarin we erachter kwamen dat autopartner in Frankrijk vaak sneller levert. dan de Franse distributeurs in Frankrijk. Ja, dat, dat kun je niet voorstellen. Maar dat zegt dus wat over. Um, ja, over, over hoe gefocust zij zijn. En dit heb ik echt geleerd um, vanuit um, ja, verschillende bronnen. Dus enerzijds Autopartner zelf, waarvan ik dit gehoord heb. Ja, dat is natuurlijk niet altijd de meest eerlijke bron. Maar ik heb ook contact gehad met... Uh, Sora Peak Capital. Uh, het is een uh, investment firm uit New York. En die hebben een heel stuk over autopartner ook geschreven. En met Jonathan, um, de, ja, de, de founder of, of partner van, um, van Sora Peak Capital. Ja, hebben we verschillende gesprekken kunnen voeren. Um, en ja, zo word je echt wijzer. Ja, ja dat geloof ik wel. En zo leer je de wereld echt begrijpen. En zeker die combinatie tussen dat desk research en het uh, oldschool field research, wat je eigenlijk doet, fantastisch. Uh, hoe je dat doet. Het is gewoon eigenlijk weer terug naar de tijd van Pieter Lynch... door de winkelstaat lopen en kijken waar je in kunt beleggen. en de winkelmedewerker aanspreken. en dat soort dingen. Ja, da da daar geloof ik echt, echt heilig in. Dat is wel echt uh, deel van mijn strategie, inderdaad. Dus ik be bestel vaak just die takeaway. om nog even terug te komen op. Uh... <laughs> <laughs> ja, ja, nee, maar je moet ook een beetje, een beetje fan zijn van, uh, van de producten. om goed marktonderzoek. Oké. Okay. Uh, volgens mij kunnen we een deep dive doen over elk bedrijf in e je portfolio, Dus ik moet even wat keuzes maken. Um, Jan had het de vorige keer toen we zijn portefeuille bespraken al een beetje over Markel, de grootste positie. Dus misschien één vraag die ik daarover heb. Markel is dus voor een groot deel een verzekeraar. Uh, uh, jij kan toch niet ook nog een verzekeringsexpert zijn? Hoe ga je daar nou mee om? En dat ben ik absoluut niet. <totstukken> um, dat ben ik echt absoluut niet. Um, ja, 20% ongeveer van mijn portefeuille zit in Markel. Dat hangt er een beetje af van hoe de, hoe de koersen bewegen. Uh, nou ja, ook hier, ik, ik ben jong. Ik denk te zien dat Markel op dit moment nog steeds ondergewaardeerd is. Um, het is een bedrijf dat dus in specialty verzekeringen zit, hè? Uh, maar daarnaast nog meer doet. Hè? Ze hebben dus drie engines, zoals ze dat noemen. Eén engine, uh, dat is dus echt die specialty verzekeringen. Een andere engine, daar hangen zo'n twintig bedrijven onder. Um, en een andere engine, uh, ja, daar, uh, beleg, daar hebben ze beleggingen in. Nou ja. En. Ik weet niet of dat ook in de podcast met Jan naar voren kwam. Maar het wordt wel eens mini-Berkshire genoemd. Ja, ik vind dat deels terecht. Omdat ook Markel op basis van verzekeringen hun geld goed alloqueert. En waar ik denk dat zij een edge hebben. Is dat spe het specialty verzekeringen zijn. Hè? Dus um, daar valt wel geld mee te verdienen. Ik, ik zie niet dat verzekeringen een moot hebben. Wij kunnen morgen een verzekering maatschappij beginnen en de prijzen lekker laag zetten. En we krijgen zelf klanten. Um, maar zij hebben specialty verzekeringen. Wat betekent dat ze de billen van Jennifer Lopez verzekeren? Dat, dat dacht ik toevallig net aan. Ik wou het voorbeeld ja. noemen. Maar om dat even duidelijk te maken. Maar zo is het voor iedereen gelijk duidelijk. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja dus um, dat, dat zijn natuurlijk hele mooie dingen om te verzekeren. Um, en, uh, dus hoe zou je, daar, maar hoe denk zou je ook... daar een premie voor betalen? ik. Ja, ja, ik denk toch dat daar ook field research wel weer <laughs> belangrijk is. Uh. <laughs> ja, ja, ja. Maar nee, zonder gekheid. Uh, denk ik dat, um, uh, dat zij daar wel het verschil kunnen maken. En een, een ander voorbeeld van een specialty-verzekering is bijvoorbeeld de Olympische Spelen verzekeren tegen dat er sneeuw ligt, of dat er geen terroristische aanslagen komen, of je paard van Almelo naar, uh, naar Dubai vervoeren met een tussenstop in Las Vegas. Dat is wat zij verzekeren. En, um, en dat is heel interessant, want daar komt het echt op expertise aan. Die hebben zij, die hebben zij aan boord. Uh, daar moet je ook geloof in hebben, want afgelopen kwartalen vallen de cijfers niet per se mee in deze tak. Maar ja, ook dat hoort erbij. En, uh, en um, de beurs is bedoeld om, um, om geld van de ongeduldigen naar de geduldigen te vervoeren. En ook hier, ik heb mijn tijd. En ik denk ook dat Markel voor mij een lifelong positie uh, is, blijft. Um, zolang ze fundamenteel geen, uh, geen gekke dingen gaan doen. Oh ja, van deze bedrijven ben je het meest overtuigd dat Markel er over 10, 20 jaar nog in zit? Of uh, als zou je er ook een ander ja. aan toevoegen? Nou, Markel, 100 procent. Uh, dat, zou bij, dat zou echt mijn eerste pick zijn. Uh, simpelweg omdat, uh, uiteindelijk, voor mij heel belangrijk is hoe, een, hoe management haar kapitaal alloqueert. En ik, ik heb geen bedrijf in mijn portefeuille dat op dit moment haar kapitaal zo goed alloqueert als Markel. En er ook zo duidelijk en eerlijk over is naar aandeelhouders. En nog één ding daarover, wat ik heel mooi vind. Want dingen gaan niet altijd goed. En Thomas Gaynor, um, de CEO van Markel. Ja, die is dan ook de eerste om dat toe te geven. En zijn aandeelhoudersbrief, de afgelopen aandeelhoudersbrief, ja, zet hij ook de lijnen uit en, en vertelt hij wat er niet goed is gegaan, waar ze het beter op moeten doen, hoe ze dat gaan doen. En, en dat vind ik heel krachtig. En dat zoek ik ook echt in een management team CQ CEO. Um, en daarom ben ik wel um, ja, het meest overtuigd van, uh, van, uh, van Markel. Ja, dat zou voor mij uh, als ik er één zou moeten kiezen, uh, absoluut uh, eentje zijn die, uh, die in mijn portefeuille blijft, ja. ja. Ja, Géan, ik, ik raak ook altijd heel erg opgewonden van als een CEO uh, zijn fouten toegeeft. Of als iets niet goed gegaan is en daar zelf verantwoordelijkheid voor neemt, zoals uh, Thomas Gene dat doet. Maar hoe weet je nou of dat niet vooral mooie praatjes zijn en dat er uiteindelijk niet zoveel geleverd wordt? Nou, dat weet je enerzijds door historie. Um, dus die brieven zijn allemaal terug te lezen. Um. Dus je kan terugkijken hoe de verschillende ratios zijn. We praten binnen de verzekeringswereld vaak over de combined ratio. Um, dus dat is de ratio tussen hoeveel geld er binnenkomt en uitgaat, simpel gezegd. Uh, die wil je dus onder de 100 hebben. En je kan dus historisch kijken naar die ratio en wanneer die erboven is geweest, ja, toch eens inzoomen op wat, wat toen de remarks waren van, uh, van, van het managementteam. Um, dat is één. Dus dat is puur uh, kwantitatief. Maar kwalitatief vind ik misschien wel belangrijker. Hoe komt de CEO over? In dit geval, dus Thomas Gaynor. Um, en dat, dat kun je ook dat kun je voelen. Letterlijk ook hier weer. Je kan gewoon naar de Markel Annual Meeting gaan. Ze organiseren elk weekend dat Berkshire Hathaway uh, hun Annual Meeting heeft. Organiseren zij een lunch. Uh, dus in Omaha. En in Richmond, vaak twee weken later. Uh, halverwege mei organiseren zij uh, hun annual meeting. Ja, en daar heb je, dat, dat, dat is zo leuk georganiseerd. Dus wat ze daar dan doen, um, dat is sinds dit jaar een tweedaagse. Um, de eerste dag kun je uh, gaan hardlopen. Uh, dit, in de ochtend loop je langs twee van hun. Uh, ja, bedrijven die ze in de portefeuille hadden. Dus een van hun engines nogmaals is echt bedrijven bezitten. Um, en, en krijg je ijs van, van... Ze hebben ook een bedrijf dat ijs maakt in hun portefeuille. nou krijg, krijg je daar ijs van op het moment dat je terugkomt van je hardloopsessie. En zo zijn die dingen geregeld. Je hebt, je hebt outbreaks, je hebt, je hebt um, van alles. En die dag erna de grote annual meeting waar... Nou ja, je kunt je wel voorstellen hoe Warren Buffett daar zit. Vele, jij bent daar geweest, Rowan. Heel gaaf. In Omaha. Jij gaat naar Markel uh. um, dit jaar. Nou, dat wordt volgend jaar. Oh, dat wordt volgend jaar. Oh. Ja, 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 okay. ja, 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 helaas. Dus Jan, Jan Klein Poelhuis gaat wel, dus uh, uh, misschien een mooi moment om hem eens te vragen: wanneer hij uh, zowel terug is van eerst zijn uh, prachtige reis in Japan en daarna ook uh, van Markel, hoe dat geweest is. Um, maar ik, uh, ik ga uh, een aantal weken later naar Richmond. En ik heb al contact met uh, IR gehad. Uh, dus met Markel. Uh, om daar langs te komen. Uh, dus uh, ik heb wel het idee dat dat gaat lukken. En ook dat zegt wel weer wat over het bedrijf. Hè? Dat een, een, een simplistische vent als ik uh, daar gewoon uh, wellicht toegang tot krijg. Ja. Dat zegt wat over het bedrijf. En, uh, uh, maar goed, terugkomend op, op uh, jouw vraag, hoe weet je nou dat dat echt goed gaat komen? Ja, dat zit hem voor mij echt in, uh, in, in het kwalitatieve gevoel dat je krijgt bij, bij een bedrijf. Um, en ja, dat, dat kan dan misschien één of twee jaar even de andere kant op lopen. Um, en als het tien jaar de andere kant op loopt, ja, dan, uh, dan heb je. Dan, dan moet ik terugkomen op wat ik hier gezegd heb. En dan uh, ben ik gewoon een hele slechte belegger geweest in deze belegging. Um, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat, uh, dat dit uh, goed gaat komen. Um, ja, dat ja, is wel een interessante vraag. Daar gaan we nu niet op in. Maar hoe, hoe lang geef je ze dan de tijd om het recht te zetten? Een bedrijf. En, uh... <laughs> ja, dat, ik denk dat het per bedrijf ook verschilt. Um, op het moment dat Jetsen Groen uh, morgen aankondigt dat hij flink gaat overnemen... Nou, dan, uh, dan ben ik weg. <laughs> en uh, uh, ja, bij Markel um, uh, voorzie ik minder snel dat er rare dingen gebeuren. Uh, maar op het moment dat daar fundamenteel dingen veranderen. of dat Thomas Gainer weggaat ja. En, en de cijfers worden slechter, dan zijn het wel momenten dat je dat kan, kan overwegen. Uh, ja. Een ander bedrijf, nog misschien om toe te voegen. dat ik uh, mijn leven lang wel in mijn portefeuille zie, is Microsoft. Heeft een wat kleinere positie. Um, uh, heb ik. Um, September 2022, uh, samen met wat andere tech-aandelen uit mijn portefeuille, die je al benoemde, uh, aangeschaft. En um, ja, ik, ik zie dat dat bedrijf een hele, hele diepe moot heeft. En uh, ja, um, de, de theorie, de, de wetenschap leert ons ook dat, uh, dat het verkopen van dat soort bedrijven, als die moot overeind blijft, uh, niet handig is. Dus ook nu op de hoge waardering, pijns ik er op dit moment niet over, ondanks dat ik. Uh, een jaarlijks rendement niet meer zie van 15% op deze koersen. pijn ik er niet over om, uh, om te verkopen. Nou, dat past misschien bij je uh, onderhoudsvriendelijke status als, uh, als vader, zeg maar, dat je wat minder tijd hebt met dit soort bedrijven. Maar waarom dan maar 5%? Is dat dan puur een waarderingskwestie? Ja, dat, uh, dat is wel een waarderingskwestie. Ik uh, ben, uh, zoals ik net aangaf, in september 2022 in, in wat tech gestapt. Um, Amazon, een van de grotere posities in mijn portefeuille, um, die ik ook, ook hier weer, maar ja, dat is ook de reden dat ik zo weinig bedrijven heb. Ik verwacht dat ik ze heel lang nog ga bezitten. Um, Microsoft en, en Salesforce, en uh, ik wilde die twee allebei graag hebben. Um, en uh, vandaar dat ik uh, eigenlijk uh, die twee een, uh, ja, wat kleiner in ben gegaan dan, uh, ja, dan bijvoorbeeld in Amazon. En achteraf is het natuurlijk heel makkelijk praten. Maar uh, ja, dat, uh, dat was toen de keuze. Ja, ja want die, die drie techbedrijven die jij noemt, Salesforce, Microsoft en Amazon. En Amazon is dan veruit de grootste. Je nummer twee positie. Uh, drie positie met 15%. Wat, wat maakt nou dat jij een speciaal inzicht hebt in die bedrijven? Kijk, bij autopartner kun je nog, het uh, is dus een vrij klein bedrijf, kun je wat mensen opbellen. Kun je daar mensen mee spreken, heb je een informatievoorsprong. Maar Amazon. Ja, dan kan je wel naar een afdeling bellen daar ergens... maar dat schiet natuurlijk niet op. Of je bent gewoon een callcenter van jezelf... om daar onderzoek naar te doen als je ze echt wil uh, spreken. En wat er echt in de top gebeurt, dat weet je dan toch niet. Bovendien volgen 50 analisten dit type bedrijven. Wat, wat, wat heb jij daar nog te zoeken? Nou, uh, ga ik toch wel even terugvallen op, uh, op uh, uh, de, de business waarin ik werk. Uh, ik heb gesproken met, met mensen binnen Aalto Heelhuizen. Nou, bol.com, uh, is, uh, is natuurlijk onderdeel van Delhaize En ik heb eens getoetst wat zijn nou die marges, die netto-marges die een bol.com haalt, CQ zou moeten kunnen halen. Nou, dan, komt, dan geven ze aan dat dat zo'n 6 tot 8 procent zou moeten kunnen zijn. Nou, heel simplistisch extrapoleer ik dat dan naar Amazon. Nou, dan zou je toch verwachten dat op termijn Amazon minimaal 8 procent zou moeten kunnen halen. Nou, ik heb dat eens op, uh, op 10, 11 procent. Ga Gaan de onderkant zitten. Of in het midden. Leg dat heen over de omzet. En even voor de duidelijkheid: niet de omzet op de cloud, maar puur de omzet op. Uh, op nou ja, ik noem het heel onerbiedig winkeltjes spelen. En, um, ja, en, en het moment dat, dat ik dat naast elkaar legde in september 2022, dacht ik: wow, hier zit echt nog heel veel potentie in. Um, en dat is eigenlijk hoe ik, uh, hoe ik zo... Uh, <laughs> dit is niet het enige. Uh, nu klinkt het net alsof ik op, op basis van uh, twee minuten research mijn, uh, mijn Amazon-aankoop heb gedaan. Uh, dat, uh, dat is natuurlijk niet waar. Maar ja, dit is wel een van de, van de manieren om er naar te kijken. Helder. En wat maakt uh, dat je dan zo'n bedrijf die een grotere positie heeft, een kleinere kans toe eigent dat die over uh, 10, 20 jaar nog in je portefeuille zit... dan uh, geloof ik een Microsoft bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat uh, Microsoft... op dit moment in ieder geval... Hè, ook daar kan fundamenteel wat veranderen... maar zo'n diepe moot heeft... en misschien ben ik verblind... maar ja, ik, ik werk in een corporate. Ik heb hiervoor ook in een andere grote corporate gewerkt. Um, en ik zie niet hoe we zonder Microsoft zouden kunnen. Enerzijds PowerPoint, Excel... Uh, maar anderzijds ook de cloud. En als ik zie uh, hoeveel cloud oplossingen wij van Microsoft hebben op dit moment. Um, ja, dat, dat neemt alleen maar toe. Dat werkt hartstikke fijn. Power BI en, 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 en andere uh, ja, cloud oplossingen. Ja, de Microsoft zit zo in bedrijven bijna. En, um, en, en daarmee heeft het zo'n grote moot uh, dat ik gewoon niet zie hoe dat, hoe dat weggaat. Amazon daarentegen, is een bedrijf dat meer afhankelijk is van de consument. En de consument maakt morgen een andere keuze, heeft geen contracten voor lange termijn. Uh, zit het ja, zit, zit, zit tegen bij de consument economisch, ja, dan zal uh, Amazon daar toch ook wel flink onder kunnen leiden. Um, ja, en ik heb echt het idee dat, uh, dat allebei de bedrijven echt een fantastische motor hebben hoor. Um, maar ik, ik, mijn gevoel is dat, dat Microsoft, um, dat de mode net iets dieper is dan, uh, dan Amazon. Al uh, scheelt het elkaar niet veel. Misschien nog wel op cloud. Uh, hè, daar was Amazon natuurlijk frontrunner. Daar worden ze dus nu wel ingehaald door Microsoft. Als in, ingehaald in. Het klinkt heel negatief. Maar ja, nogmaals, Amazon zit zo op die bedrijf, of, uh, Microsoft zit zo op die bedrijven. Of in die bedrijven, zoals ik dat noemde. Um, ja, die, die krijgen steeds meer cloud business naar zich toe. Terwijl Amazon een grote voorsprong had en nog steeds super waardevol is. Maar die zitten natuurlijk ietsjes minder aan tafel met, uh, ja, met, met bedrijven. Waardoor um, die taart wellicht ietsjes meer naar Microsoft ook uh, toe gaat in de komende jaren. Hey, en Jan, jouw kleinste positie we hebben we nog eigenlijk helemaal niet over gehad. Uh, de ticker CASH, Cash, <laughs> 3%. Ben jij erg optimistisch over de beurs, dat je maar zo'n kleine cashpositie hebt? Of wat is, de, wat is de reden daarvan? Ik weet dat veel mensen in dit soort tijden waarin beurzen hoog staan, met hogere cashposities werken. Waarom is dit iets wat bij jou past? Nou, dat heeft twee redenen. Reden één is dat ik ooit de gruwelijke fout heb gemaakt om ASML te verkopen. Uh, die schafte ik begin 2019 aan. Prachtige rit gemaakt naar uh, begin uh, van. Uh, 2024. Um, en toen dacht ik: Nou, best is wel uit het vat, hè? Nou, niet dus. En, um, en dat zijn dingen die je dan toch leert. Ook hier weer, het bedrijf heeft een diepe moot, uh, ASML in dit geval. Dus um, ja, ik kan de beurs toch niet voorspellen. Kijken we naar de wetenschap. Uh, de theorie zegt dat twee van de drie dagen de beurs omhoog gaat. En we weten niet wanneer het stopt. We kunnen niet timen. Althans, ik kan dat niet. Dat weet ik van mezelf. Dus dat is reden 1. Ja, uh, dan kun je maar beter in één keer instappen. Hetzelfde voor Autopartner is dus een recente positie van mij die ik geopend heb. Daar ben ik vol in één keer ingestapt. Ik, ja, je kan dat dollar cost averaging doen. Sommige mensen geven dat een heel goed gevoel. Uh, maar reden twee voor mij is dat het me een heel fijn gevoel geeft. Mijn geld staat daar. Ik hoef er niet meer naar om te kijken. En dat kan de komende tientallen jaren, kan dat compounden. Dus ja, dan hoef ik ook niet meer na te denken over wat ik met mijn geld ga doen. Dat is eigenlijk wel heel lekker. Dat klinkt goed. Jij stuurde mij je portefeuille door. En ja, ik deel ook mijn portefeuille natuurlijk met de leden. En daarin staat bijvoorbeeld mijn aankoopkoers. En ik vond dat. Ja, ja ik, ik snapte niet waarom jij niet je aankoopkoers in dat schema had. We hadden er even contact over, maar misschien. Ik, ik vond het eigenlijk wel briljant. Ik dacht, wauw, dit is geniaal. Wat fijn dat, dat, we, dat we dit zo doen. Kan jij uitleggen waarom, uh, waarom dat er niet in staat? Ja. Um. Ja, ik, ik kan hem ik kan misschien wel even delen ook, dat, je hem, dat jij hem ook breder kan delen. Maar um, ja, dus hoe ik dat voor mezelf continu beoordeel, beoordeel is het aandeel. Um, en dan kijk ik uh, naar de prijs van het aandeel. Dan de waarde waarvan ik denk dat het aandeel, hè, wat aandeel waard is. En elk kwartaal werk ik dat bij op basis van, uh, van de kwartaalcijfers. En dan mijn um, verwachte jaarrendement. ja. En dat's it. En, en waarom, waarom is dat het? Omdat je, vind ik, je aandeel moet behandelen alsof je het vandaag koopt. Zou ik het vandaag weer kopen? En, uh, en niet, ach, ik, ik heb het voor 90 euro gekocht. Het staat nu op 280 euro. Wat heb ik mooi winst gemaakt, laat ik het er maar afhalen. Nee, want dat, dat zijn wel dingen. En Dat is bij mij dus met ASML gebeurd. Je kijkt, of oh, wat heb ik een prachtige winst gemaakt. Maar de andere kant van het verhaal is. Je laat heel veel winst in de toekomst wellicht liggen. En zodoende uh, ja, vind ik dat compleet irrelevant om, om naar te kijken. Ja, dat is het. Hè. Het is eigenlijk niet, niet meer relevant. Alleen de massa, als je mensen hoort communiceren, dan is hun anker altijd de aankoopkoers. Sta je in de plus of in de min vanaf de aankoopkoers, dan heb je het enerzijds goed, dan wel slecht gedaan. Terwijl eigenlijk is het gewoon echt niet relevant hè? Nee, en dat is heel mooi. En dat, dat, dat zie je bijvoorbeeld bij een. Nou, ik noemde in het begin van de podcast al Basic Fit even als bedrijf. Ik denk dat fundamenteel Basic Fit heel veel juiste dingen doet. Het is geen aandeel van mijn portefeuille overigens. Maar um, ik denk dat ze fundamenteel echt de juiste dingen aan het doen zijn. Ze herinvesteren in de business. Ze um, hebben een, een CEO die veel. Uh, uh, ja, veel Procent van aandelen bezit boven de 10%. Hè, dus dat, dat, ja, dat laat ook zien dat hij dat betrokken is, René Moos. Um, en dat is die ook. Um, ja, en, en ondanks dat ze heel veel um, goede dingen doen, ja, doet die koers heel weinig goede dingen hè, de afgelopen jaren. Um, ja, en, en dan, dan gaat het niet om je ja, aankoopkoers. En misschien kun je dan wel denken: oh, zullen mensen zijn die staan 20% in de min en die denken: Oh. Ik, uh, ik sta wel heel slecht, die raken zenuwachtig, die verkopen, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom, doen ze fundamenteel de juiste dingen en, uh, en welke, uh, ja, welke waarde hang ik daaraan en, en daarmee welk verwacht rendement komt daarbij om de hoek kijken. Hè? Uh, dus ja, zo kijk ik ernaar en, en ja, ik, ik weet dat het voor andere mensen misschien lastiger is, maar ik denk dat ik daar wat rationeler in ben. Helder, dankjewel. Is er nog iets wat je de luisteraar zou willen meegeven? Bijvoorbeeld een, een grote fout die je hebt gemaakt, waar je een mooie les op hebt gedeeld, of, 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 of een, een mega boekentip of een ander iets waar we iets aan hebben? Nou, ik, ik denk dat als je. Nou, ten eerste, ja, ik heb een hele goede boekentip. Dat is uh, het boek van Rowan Nijboer. <laughs> <laughs> ja, dat, dat, nou ja, kijk, weet je wat het is? Het, en dat vind ik wel heel mooi, uh, hoe simplistisch jij het maakt. En dus. Ik heb best wel wat in mensen in mijn omgeving en die komen dan naar mij toe. En ja, jij bent toch zo met beleggen bezig en zou je mij eens kunnen helpen? Ja, dat vind ik altijd heel moeilijk. Uh, welke aandelen moet ik hebben? Dat zijn ook vragen die ik vaak hoor. Ja, dat is echt heel moeilijk. Uh, ik kan, ik wil best delen welke aandelen. Dat heb ik in deze podcast gedaan. Welk aandeel of welke aandelen ik mijn leven zou willen bezitten. Um, maar ja, hou het simpel en, en behapbaar voor jezelf. En, en dat, dat komt voor mij neer op uh, ja. Uh, simplistisch zijn als in hoe jij het in je boek eigenlijk beleggen, zo simpel maakt, heel hapklaar. Um, en voor mij komt dat dan dus ook neer op, op weinig posities, want ik vind het fijn om mijn positie te volgen, om mijn posities door en door te kennen. En hier zegt de wetenschap het omgekeerde, volgens mij bij 20 posities, rond de 20 posities of zo, dan uh, heb je het minste risico. Ja, dus, dus dat betekent dat ik meer risico loop. Ja, nou ja, dat past bij mij, dat, dat ben ik bereid om te nemen. Uh, ik geloof dat doordat ik mijn bedrijven zo goed ken, dat dat uiteindelijk ervoor gaat zorgen dat ik, uh, ja, dat ik de markt kan verslaan. Wat op zich ook wel een soort doel van mij is. Um, ja, hou het behapbaar en, en simpel voor jezelf. En als je wil beginnen. Uh, neem dan echt lang de tijd. Hè? Dus, dus begin lekker met ETF's en, uh, en, en, en lees, lees boeken die bij je passen, hè? zoals die van jou. Maar ja, er zijn ook andere Nederlands geschreven uh, beleggingsboeken die, uh, die interessant zijn. En, en die misschien uh, het ook heel simpel kunnen houden. Ja. Leuk om te horen. Gerjan? Uh, hartstikke leuk dat je hier was. Misschien leuk om in de toekomst nog een keer een deep dive te maken over de fast-moving consumer good markt, waar we alle Unilevers en Nestle's en Coca-Cola van deze wereld. Want volgens mij kan je daar ook uren over praten. Dat doen we in de toekomst. Misschien een keer als je dat nog een keer wil. Maar hartstikke bedankt dat je hier uh, ja, zo vrij was om gewoon zo open je portefeuille te delen. En dat is denk ik heel waardevol voor mensen die uh, misschien wat, wat meer aan het begin van hun reis staan. Of of gewoon ervaren beleggers die uh, inspiratie willen opdoen over posities. Jij geeft geen advies, ik geef geen advies. Het is veel leuker als je zelf je huiswerk doet. En dat zal jij waarschijnlijk beamen. Eh, 100%. 100%. In ieder geval, uh, Gijan, heel erg bedankt. En luisteren, hartstikke bedankt voor het kijken of voor het luisteren. En hopelijk weer tot de volgende keer.